Hendrik, je verliezen. Ja, krijgt eigenlijk zoals vorig jaar, hè? Zien dat broer de grens? Ja, krijgt zoals vorig jaar. Ja, ja, het zoek naar wat ik daar nu zei, dat is gewoon jammer. Ja, mijn laatste keer ik, ja. Dus was zoer. Eerst omloopje maak hem 4 wezen gelijk. Dreige partij. Nou, dreig net werd zelf voortgegooid. Ik denk dat ik wel wat spanning weer of zo, onbewust. Ja. Bij hun 4 borden hebben we hun gewoon doen. En dat hier eigenlijk helemaal net woeden, maar ja, uiteindelijk heb je het wel helle. Gelukkig maar. Ja. Dan Chuck, die heerlijke felle opslag was aan het tweede omloop. Heerlijk, genieten. Ja, mijn opslag gaat echt lekker. Ik maak vooral rustig blowen. En dan, zolang ze zitten, dan gaat het goed. Ja, maar we zijn nu hier ouder, Hendrik. Hè? Dat rustig blowen, dat zit redelijk in, mag ik zeggen. Ja, het gaat wel steeds beter. Ik merk het zelf ook wel en vooral ook op de trainingen en zo. En daar zei dan ik wel een keertje mij van, nou ja, blow rustig. Rustig blowen, neem die rust. En hoe meer ik dat zelf ik merk, maar het opslaan en het uitslaan, hoe beter het gaat. En daar probeer ik me nou vooral op te focussen om dat te verbeteren. Wij gaat de centrale list mis? Ja, het is Grace, ik denk dat gewoon, ze hebben best wel een compleet partuur. En nou, ik denk dat ik wel wat, ja, ik denk ik wel wat ervaring zeg maar, van mijn maten. Ze die keertje normaal net, het zijn zulke goede keertjes dan normaal. Hè. Vier is nog gewoon bij de famkes en Anne is de klas. Dus ik denk dat ik wel wat, het is wel echt een heel verschil. Er is wel wat oormeesje in het perk dan dan ze bent best. Ja, dan per persoonlijke foutjes, dan verlies je. Met, ja, ik denk dat je een gevoel van mijn hang hingegang geweest. Ja, ik heb eigenlijk net weer op de list, dus ik zie het altijd per omloop. En, Grange wist dat het dreig is en dan was hij best dan. En zelf heb ik het gevoel ik net echt helemaal van echt dat, dat viewen. Maar op een gegeven moment, dan, vanuit het tweede omloop was dan alles met Jan. En dan breekt hij wel op in de tweede omloop. Is het zo dat het geen haatprijs heeft bij de jonge vrouwen? Want dat is het laatste hier zoals gekregen. Ja, dat is zo. Maar ja, ze bingen nog hoorpartijen. En ze had mij zeg ik nooit woonde. En die jonge vrouwen heb ik net woonde. Dus in principe, dat maakt niks uit. Er bingen nog horen wedstrijden om op te focussen. En ja, dit is mijn een van de safvolle. David gewoon je in 20 augustus. Ja, precies. Precies. Dan geef je ervoor. Succes jong, bedankt. Hey, dankjewel Jim, ik bedankt.